Nee, ik hoor niet bij jullie. Ik help af en toe, maar ik hoor niet bij jullie. Tuurlijk hoor je erbij. Ja, dat is het eerste wat ik wil natuurlijk. Ja, het is en goedemorgen dames. Ja, goedemorgen. En met name Lisanne natuurlijk. En jij bent eigenares, hè? We zijn natuurlijk een jaar terug geweest. En morgen besta je precies een jaar. Ja, ja. En je hebt je aangesloten bij de Vereniging Ondernemers, dus daar kom ik met een bloemetje natuurlijk. Ja, hartstikke leuk. En er hangt een baby op jouw torso. Ja. Zeg ik het dan goed? Ja. En dat vind ik wel mooi om te zien, want je doet natuurlijk heel veel babyartikelen. En, ja. Ja, je verkoopt eigenlijk gewoon met een baby aan je lichaam. Ja. Gaat dat goed? Ja, goed modelletje. Hè? Ja? In de wolletjes en vaak wollen dekentje. Dus mensen vragen dan, waar ligt het? Nou, daar. Ja, dat ja, ziet er heel solide uit. Ja. En hoe oud is het baby? Ze is 2 maanden. 2 maanden, ja, dat is echt nog heel jong. Ja. En je hoeveelste kind is het? Derde. Ja, dus je bent al een beetje gewend aan al die dingen. Ik ben erin thuis. Maar je was nog niet met een klein kind toen je hier de zaak had, hè? Dus voor het eerst dat je dat combineert met dit? Ja, daarvoor was ik thuis bij de kleintjes en nu ben ik hier met de jongste. Ja. Ja. En dips, hè? Want natuurlijk toen heb je het helemaal verteld wat je allemaal verkoopt, dus hoeven we niet allemaal weer op in te gaan. Nou ja, er is wel heel veel nieuw bijgekomen. Oh ja? Ja. Want grof gezegd, dat doe je, zeg het dan toch nog maar een keer, hè? Jij vat het beter samen dan ik. De producten die je verkoopt? Ja, duurzaam. Dus eigenlijk alles rondom het jonge kind. Nou, nu groeien we steeds een beetje naar de kinderen tot en met een jaar of 8 à 10. Oh, groei je mee met de klanten? Ja, of met mijn eigen kinderen, nee. Ja. Nee, maar heel veel spelletjes, vooral voor de grotere kinderen. Van Haba en de wollenkleding ook tot en met maat 140. En dat is wel iets unieks wat hier nog niet was. Dat is deze wollenkleding, dat had je vorige keer nog niet? Ja, nee. En hierachter ligt ook nog een hoop wol. En robuust speelgoed. En houten speelgoed Grims en Ostheimer. Echt wel de hele bekende merken waar je moeilijk aankomt. Dus, En ben je ook tevreden over de zaken? Loopt het allemaal goed? Ja, boven verwachting. Ja, heel leuk. Ja. Dus er is, want dat is toch omdat jij unieke dingen hebt? Of er is gewoon een hele grote doelgroep voor? Ja, en die groep die groeit. De beetje bewuste ouder, hè, die liever voor het duurzame hout kiest dan voor iets van plastic wat toch sneller stuk gaat. Langer meegaat, Nou, dat is sowieso wel een trend, denk ik wel. Denk ik ook. Er ook wel bij het koffiepand, en dan krijg je geen plastic rietje meer, maar karton. Ja, hè, het is naar bamboe. Het is een beetje van deze tijd. Ja. Je hebt ook houten tandenborstels. Houten tandenborstels, natuurrubber spenen. Nou, de wasbare luiers natuurlijk, hè, waar de naam vandaan komt. Maar dat is nu een beetje bijzaak geworden. Ja. En de rest is meer. Ja, en mijn moeder natuurlijk. Ja, want je moeder, vorige keer kwam ik binnen, staat ze er ook. Staan jullie er ongeveer even vaak? Of? Nou ja, mijn moeder heeft afgelopen maanden heel veel gedaan. Ja, natuurlijk toen jij echt hoogzwanger was. Ja, elke dag. Dus heb je gewoon even hoe lang in gewerkt? Vanaf, ik denk 2 maanden. En toen nog een maand of zo daarnaast. Dus zo'n 3 maanden. Ja, en elke dag in de week. En vindt u dat leuk als moeder of doet u dat echt van, dat is omdat mijn dochter het vraagt of vindt u het zelf ook? Nee, ik vind het heel erg leuk om te doen. Ja? Contact met de mensen. Ja. En producten vind ik prachtig. Ja, ja en stiekem zie je dan ook altijd je kleinkind natuurlijk. Ja. Ja, dat is een mooie combinatie. Ja, en de dagen dat ik dan werk, zijn de kindjes bij mijn moeder, de andere twee. Dus, waar zouden moeders zijn zonder moeders, hè? Ja. Ja. Dat is ook zo. Uw vader is dan ook nog wat? Nee, die werkt weer ergens anders. Ja, ja. Ja, iedereen is gewoon hartstikke druk natuurlijk. Ja. En ben je ook een beetje blij voor de locatie? Gaat het goed in de Langeville allemaal? Ja, Langeville is een mooie straat, Nou, dat is mooi. Dat is goed om te horen. Ja. Hey, nou, ik zou wel graag willen verhuizen, hoor. Maar Naar een groter pand of een ander pand? Ander pand, ja. En ook nog wat ruimer, wat mooier ingang. Hè, ik heb wel het gevoel dat mensen me niet zo goed kunnen vinden. Dus dat hoor ik toch wel veel terug. En je mag het waarschijnlijk niet te veel uitstallen? Nee, dat is wel echt een probleem. En natuurlijk een bakker naast je, dus altijd fietsen voor de deur. Ja, dat is vervelend. Ja. Maar goed. Maar er komen nog heel veel veranderingen aan, weet ik, in de lange file. Daar mag ik volgende week bijvoorbeeld wat over publiceren. Ja. Dus hou je ogen en oren open. Het is een ontzettend leuke groeiende straat. En ik denk dat je voor zo'n pand als dit dat je ook heel snel een nieuwe huurder kunt vinden. Ja, denk ik ook. Het is prachtig. Dus, maar hoeveel vierkante meter is het, weet je dat? Zo'n 160, met de achter erbij. Ja. Ja, het is echt groot. Dat is eigenlijk een soort overblijfruimte voor jullie. Nou ja, berging. Ja, opslag, keukentje. Ja. Ik loop nog heel even. Ja, dat is goed. Daar heb ik nog heel veel licht. Ja. Ja, dat kun jij je niet meer herinneren. Je ziet zo veel die balken volgens mij wel, toch? Ja, maar de spullen. De spullen, ja. Nee, dat is, dit komt me wel bekend voor, die kartonnen dozen. Ja. En dat...
dat wippende ding hier, ja. Maar het kan ook zijn dat ik die hier op de hoek heb gezien. Ja, dat is een bobbel. Ja, dat is een bobbel. En dit is weer een ander merk. Ik heb het zo wel speciaal naar gevraagd van wat is dat voor ding. Ja. Ja. Op een gegeven moment ga ik dingen wel onthouden. Ja. Zoals ik vanochtend bij een fietsenzaak, ja, daar racefietsen weet ik ook niks van. Oh, nee, ja. Hey, zijn er nog andere dingen die je kwijt wil of wil vertellen? Nou, ik wil echt iedereen wel bedanken voor het afgelopen jaar. Ja. Voor het goede jaar, vooral. Ja, en ik hoop nog heel veel jaar hier te kunnen ondernemen. In Middelburg in ieder geval. Ja. Niet per se hier, maar in Middelburg. Ja, ja. Nee, dat is heel goed. Nou, van harte welkom bij de VOM. Als je vragen hebt, dan weet je ons te vinden. En, ja, leuk. Veel succes met het volgende jaar. Dankjewel.